Jet. Snackbars moeten weg uit de buurt van school. Dat is tenminste de mening van Paul Rozemuller, de voorzitter van het Convenant Gewicht. Nu zit er in Zwolle een recht naast het Deltion. Wat vinden de jongeren daarvan dit idee? Op zich niet zo erg, want ik kom er eigenlijk nooit. Ja, ik vind slechte snackbar beter dan McDonald's. Oh, ik ga niet zo vaak naar de snackbar, dus... Oké. Je zou er geen problemen hebben? Nee, niet echt. Eigenlijk. Ja, ik zou niet doen, want ik denk dat daar de meeste inkomsten van komen. Dat zou ik jammer vinden. In de pauze gaan we er altijd heen. Het is altijd gezellig met iedereen. Wat zou je dan doen? Ja, nou, hier in de buurt zijn wel meer snackbaren, dus dan zouden we wel heel veel moeten sluiten. Dus dan zou ik gewoon naar het winkelcentrum gaan of zo. Er zit er ook één. McDonald's, maakt niet uit. Alles heb je hier. Ja, ik ga daar toch nooit heen, dus hij maakt niet uit. Maar je denkt niet dat het echt, oké, het is een slechte snackbar, maar als je gaat sluiten, denk je dan ook echt dat mensen gezonder gaan eten daardoor? Of? Nee, denk ik niet. Schiet niet op, toch? Mensen gaan naar Mac of zo, weet ik veel, met auto, stad, bus. Ja, toch. Naar de McDonald's of naar de kebab tent. En kebab en McDonald's is niet in de buurt, dus ze gaan stappen in de auto en ze gaan er naartoe. Hierboven heb je de catering. En daar hebben ze geprobeerd om gezonde dingen te gaan verkopen. Maar ja, gezonde dingen zijn aan de prijs. Ja. En er staat een kroket van €1 en een broodje gezond van €2. Ja, welke keuze doen ze? Het heeft niet echt zin zo'n maatregel. Nee, denk ik niet. Nee, vind ik niet. Maar heeft geen zin. Nee, want verderop zijn er ook nog snackbaren waar ze naartoe kunnen. Dus het zou geen nut hebben als ze het weg zouden halen.